Wat is uw verwachting ten aanzien van de toekomst van het betalingsverkeer? Ik verwacht op de korte en langere termijn ook, maar dat er een hoop nieuwe spelers komen. Dat eindelijk wat disruptie op de markt plaatsvindt. En de hoop is dat de grootste disruptie komt van partijen die eindelijk ook denken vanuit de consumentenperspectief. Wat levert zo'n disruptie dan op? Dat eigenlijk de bestaande spelers ook hun product moeten aanpassen. We zien dat veel bestaande betaalmiddelen toch uiteindelijk gebaseerd zijn op de ouderwetse betaalinfrastructuur. En dat veel innovatie, zoals we het dan noemen, top-down wordt opgelegd. Waarbij het oude wordt aangepast aan het nieuwe. Terwijl juist de disruptieve partijen veel meer denken vanuit het nieuwe. En dat maakt het betalen veel makkelijker voor consumenten. Is dat ook uw belang vanuit thuiswinkel.org? Ja, absoluut. Want hoe makkelijker het is voor consumenten om te betalen, hoe groter de conversie zal zijn. Hoe moeilijker het uitcheckproces is, bij elke seconde stoppen consumenten toch weer. Zeker op de mobiel. Als het allemaal te ingewikkeld is, denken ze laat maar. En dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Wat betekent dat voor de rol van de bank? Of betekent dat überhaupt iets voor de rol van de bank? De banken zullen mee moeten innoveren. Het is niet genoeg om te kijken hoe de ontwikkelingen gaan. De kans bestaat in het extreme dat als nieuwe partijen met oplossingen komen, dat de banken gepasseerd gaan worden. Dus ze zullen echt zelf ook moeten innoveren. Denk bijvoorbeeld ook aan een oplossing voor online identificatie. Daarmee kunnen ze een extra service bieden naast het betalen. En dat maakt het voor consumenten aantrekkelijk om dat product te blijven gebruiken. Anders biedt het weinig meerwaarde. Want er zijn veel nieuwe partijen die gebruik maken eventueel van de bankinfrastructuur, maar niet meer de bank zelf nodig hebben. En de consument heeft dan de bank ook niet meer nodig. We zijn nu op het congres Toekomst voor het Betalingsverkeer. Bent u daardoor hoopvol wat u hier ziet om u heen? Ik ben op zich hoopvol dat er heel veel innovatie is. Tegelijkertijd zien we ook dat dit de 16e editie is. En er zijn een aantal onderwerpen die terug blijven komen. Ik snap ook dat door Europese ontwikkelingen niet alles in één keer kan. Maar het is ook tijd dat er nu echt nieuwe innovatieve producten op de markt komen. En niet alleen dat we erover praten. Dus volgend jaar misschien? Hopelijk eerder. Dat we volgend jaar mooie conclusies kunnen trekken dat we grote stappen hebben gezet.